Radio Bergijk Radiomagazine. Het radiomagazine van Radio Bergijk. In een nieuw jasje. Uw gastheren zijn, zoals altijd, Toon Sporenberg en Peer van Eersel. Dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Tatje, is dit het gemeentebericht? Dit is hem toch? Ja, dit is een... ja, dames en heren, we hebben dadelijk een gemeentebericht. Dat is een tijdje geleden. Ja. Maar we hebben dus een bericht van de gemeente. Dat ze hebben gemaakt voor ons om uit te zenden. En dus gaan we beginnen met dat gemeentebericht. Ja, een gemeentebericht. Dames en heren, de gemeente Bergijk die maakt bekend dat de volgende instellingen tot nader orde zijn gesloten wegens aangetroffen drugslaboratoria. Dat kan gaan om GHB, dat kan gaan om ecstasy, dat kan gaan om MDMA, het kan gaan om hash, het kan gaan om wiet. Maar goed, de volgende instellingen zijn dus tot nader orde gesloten. Dat is Repair Café Wintelren, dat is de Zomerschool KBO Eersel, dat is de Bibliotheek van Wintelren, dat is Stichting Kempkeshof Wintelren. Dat is het Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Dat schijnt... Is Wintelree. Het is Wintelren. Nee, het is Wintelree. Ja, maar wij hier in Bergijk zeggen Wintelren. Ze willen wel dat wij Wintelree zeggen, maar wij zeggen in het Bergijks, in het echte Bergijks is het Wintelren. Oké, Wintelren. Jij je zin. Ik heb hier nog een toegevoeging. Heb je je lijst af? Nee, er komt nog bij het clubgebouw van Fanfare Drumband Sint Willy Brothers Wintelren. Nee. En de tennisvereniging, het clubhuis van Steencel. Ja, nou maak je er helemaal een potje van. Steencel. Ja, wij in Bergijk zeggen Steencel. Nee, wij in Bergijk. Jij in Bergijk. Nee, wij in Bergijk zeggen Steencel. Dan, ik ben er bijna. Het partygebouw van Play Festival Eersel gaat dicht. En het jeugdvakantiewerk Eersel. Daar schijnen de kinderen MDMA-pillen te draaien. Nee, dat is in de wereldwinkel. Oh, sorry, wat zei ik dan? De jeugdvakantiewerk, ja. Dat is de wereldwinkel. Maar goed, deze instellingen zijn tot nader orde gesloten, dat u het weet. Einde gemeentebericht. Zit je nou speciaal te stangen met die uitspraak? Zit je nou... Zijn dat jouw eigen geitjes waarmee jij denkt het werk leuk te maken voor jezelf, maar terwijl de luisteraar in verbijstering naast het toestel zit van waar heeft hij het over? Terwijl het belangrijke informatie is. Welke instellingen allemaal. Ik wil je een kwestie aan de kaak stellen. Welke kwestie? Nou, omdat ik word wel eens aangesproken. Wij zeggen Radio Bergijk. Ja. Radio Bergijk. Ja. Maar dan komt er een Bergijker naar hem af en die zegt: jullie zeggen de hele tijd Radio Bergijk, maar het is Bergijk. En dan zeg ik: nou, nee. Wij hebben alleen die uitspraak ietsje aangepast, zodat ook eventuele importbewoners van Bergijk de naam Bergijk herkennen. Ja, ik word er constant op aangesproken. Ik heb zelfs. Ja, maar jij bestrijdt olie met vuur en water. Want dan zeggen ze, nee, jij zegt Bergijk, maar het is Bergijk. Wij zijn van Bergijk, zeggen ze dan de hele tijd. Maar maar niet van Wintelren. Met spuug in mijn gezicht. Bergijk! Peer van Eersel, het is Bergijk! Ja, er komt nog een nagebouw. Ook de gezondheidstherapeuten is gesloten. De therapeuten zelf. Esther Roijmans met dieptemassage en celzouten. Die is ook wegens drugsproductie gesloten. Ja, die had een hele wietplantage in de geslacht proberen aan te leggen. In de wat? In de geslacht. Een hele wiet, die liep met een wietplantage. Tussen de benen? Tussen de benen, ja. Vanwege de goede temperatuur? Precies, en vochtgehalte. En vochtgehalte. Nou, u hoort het, er is bijna niks open de komende weken in Bergijk. Het is allemaal wegens onderzoek naar vermeende drugsproductie gesloten. Voor uw boodschappen kunt u dan nog terecht in Steencel. Ja, nou zeg je het goed. Nee, ik deed voor de grap om jou... Godverdomme, ik krijg heel... Het is Wintelren en Steencel. En Bergijk! Ons komt van Bergijk! Bergijk! Ik voel een knappende migraine opkomen. Bergijk! 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 Bergijk!
oudste benaming voor Bergijk is Egga, rond 1137. Later werd het Eik of Eikelbergen en in de 16e eeuw werd het Bergijk. Men neemt aan dat de naam voortkomt uit de verering van een eik. Op een heuvel, een boomheiligdom. Bergijkenaren worden ook wel haneken genoemd. Dit komt omdat de roep van de Vlaamse gaai, die in dit dorp ook wel hanikau wordt genoemd, zou klinken als Bergijk, Bergijk. Ik laat nu het werkelijke geluid van de hanekau horen. Dit was het geluid van een zieke hanekau. En nu het geluid van een gezonde hanekau. Bergijk, Bergijk. En dan nu de jonge hanekau. En dan nu een zwerm hanekauwen. En dan nu het woord Bergijk. Bergijk. Uitgaan. Tips. Over uitgaan. Uitgaan. Tips voor uitgaan in Bergijk. Hallo. Uitgaanstip. Hallo. Klaas Groot hier. Op zondag gaan we een bezoek brengen met de alleenstaande groep samen verder aan de Kaasboerin, net over de grens. De aanvang is om 14 uur bij de Kaasboerin. Het einde om 17 uur bij de Kaasboerin. U kunt mij ook even bellen als u mijn telefoonnummer heeft. Dat is Klaas Groot met zijn telefoonnummer. Wilt u uit in Bergijk? Blijf in Bergijk. Dames en heren, bij mij is aangeschoven. Geweldig om hier weer te zijn. Ja. Iedere keer weer, soms zit er een hele tijd tussen, maar dan denk ik toch weer, want het is toch geweldig om als gast bij het mooie Radio Bergijk te mogen aanschuiven. Maar ik onderbreek u, gaat u gang. Ja, nou, we hebben natuurlijk zo lang mogelijk geprobeerd jou buiten de studio te houden, maar onze lijst met andere gasten. Ja, maar dat gasten, is een grap. Andere lijst. Ja, dat is een kwinkslag. Andere gasten ja, zijn ja, u bent er op, eentje, u dus neemt mij in het ootje. Harry Heester, dames en heren, heeft hem natuurlijk herkend aan zijn enthousiaste stemgeluid en zijn niet te stoppen neiging om iedereen te onderbreken. Maar dit keer gaat het over... Oh, zat ik er nu heen? Excuus. Dit gaat over een belangrijk onderwerp, dames en heren. U weet het allemaal, het percentage scheidingen in Bergijk neemt toe. En ja... Herstel neemt af. Oh. Ja, steeds meer mensen krijgen schrik van scheiden. Echt waar? Ja. Oh. Het neemt af en dat baart mij zorgen. Oh, dan heb ik mijn papieren even. Wacht, hè. Dan moet ik even... Ah ja, nee, zie ik het ook. Ja, het neemt af, ja. Goed, meneer Heesters, daar heeft u zich opgestort. Ja. Want u vindt het zonde dat die trend zich op deze manier negatief inzet, toch? Ja, mensen blijven uit schrik, uit angst, blijven ze te lang bij elkaar. Terwijl de goede echtscheiding kan zoveel opluchting geven. Ja. En waarom zou u bent je dat... daarin zelf ervaringsdeskundige. Ja, ik ben nu 17 keer gescheiden. 17 keer? 17 keer. En ik kan het iedereen aanraden. Ja. Het geeft iedere keer weer een gaat boost. Gaat niet vervelen. Gaat niet vervelen. Het op gaat de niet vervelen. Iedere keer weer ontdek je nieuwe aspecten aan het begrip ja. echtscheiding. Ja. Nou, maar u zegt, er zijn mensen die hebben er tegenwoordig schrik van. Ja. Wat is bijvoorbeeld een groot struikelprobleem wat zich voordoet tijdens scheidingen, waardoor die mensen zeggen, nou weet je wat, we zingen het tot onze dood toch maar samen uit. Nou, het grootste, het pijnlijkste probleem ja. wat mensen ervaren is, wat doen we met de caravan? Natuurlijk! Dat wat is een groot probleem.
En juist. Of de vouwwagen. Of de vouwwagen. Nou, dan heb ik het over de oudere werkeigenaar. Wat doen we met de vouwwagen? Ja. Maar de moderne werkeigenaar zegt, oh mijn god, echt scheiden. Ik wil zo graag. Ik wil van de raf, de kutwijf. Ja. Maar wat doen we met de caravan? Ja. In het geval dat mensen nou daar toch die scheiding door willen drijven en die caravan staat ertussen. Wat is dan uw advies? Of wat heeft u zich nu, laten we zeggen, voorgenomen om in dat circus voor rol te spelen? Nou, ik was dus laatst op de... Was de deze zin trouwens... Ik was even de weg kwijt. Ja, u was de weg kwijt binnen in de zin. Ik zag het eigenlijk na een kwart van de zin al misgaan. Ik ook, en het heeft zich helemaal voltrokken volgens mijn verwachtingen. Ja. Want die zin was uiteindelijk semantisch een bak blubberen. Precies, ik voelde mij echt het moeras inzeilen. Ja. Ja, maar goed, ik ben er weer uit. U bent er weer uit. Ik was op de dag van de echtscheiding. Ja. Altijd een druk bezocht evenement. Zeker. Hier in de Kattendans. Mm-hmm. Heel veel mensen gaan daarheen, want die hebben schrik voor scheiden. En die willen dan een voorlichting. Van, we willen van elkaar af. Want maar ik haat hem of ik haat haar. Ik begrijp hier binnenkort een ongeluk. En zover moeten we niet Houd laten komen. Tegen, maar goed, wat doen we met de caravan? En ik sta daar dan met een stand. Ja. En ik heb een aantal model caravans bij me. Oh, ja. Waarbij ik voordoe wat je nou kan doen. Stel je wil echt scheiden. Puur praktisch. Puur praktisch met de caravan. Ja. Heel veel caravans, als je in lengte denkt, zijn symmetrisch. En daar zit de keuken. Maar is dat wel zo? Ja. Meestal zit aan één kant het keukenblok. En aan de andere kant het kledingkastje en het dat is zeer opmerkzaam van u. Dat is zeer opmerkzaam van u. U bent duidelijk uit het moeras qua semantiek. Ja. Dus dat is goed opgemerkt. Dus. Maar dat is dus de vrouwenkant. Ah. En dan is de andere kant. Met het wc'tje. Met het wc'tje en... En de kast met porno. En de kast met porno, dat is de mannenkant. Juist. Dus als je nou in de lengte de caravan doormidden... Heeft ieder zijn eigen en daar, die domein. Die plak je dicht en dan heb je allebei nog één wiel. Ja. Dat vereist even oefenen met achter de auto. Maar het kan wel, als je maar hard genoeg doorrijdt. Dat is een kwestie van snelheid maken. Dat is een kwestie van snelheid maken. Dat is de gyroscopische kracht. Ja. Op één wiel, dat wil je gewoon rechtdoor. Dan is er niks aan de hand. Nee. Als je gaat afremmen met de echtscheidingscaravan, de halve caravan, dan gaat die noemen wij dus in de echtscheidingsjargon het halve kippetje. Het zwalkende halve kippetje. En dat slaat dan zeg maar tegen de stoeprand en over de stoeprand en tegen mensen aan. Ja, er zijn ongelukken mee gebeurd. Ja. Maar dat is gewoon omdat mensen dan toch te lichtzinnig dachten... Oh, ik heb meneer Heesters niet nodig. Ik zaag hem zelf wel door midden. En ik sleur hem gewoon achter me aan. Maar goed, we zijn nu even ons doel min of meer voorbijgeschoten. Wat is namelijk, wat gebeurt er als mensen zeg maar systematisch weigeren... om die caravan door de lengte... maar dat zo'n wijf, zo'n zuur wijf, zo'n aangespoelde... walvis van een zeikwijf, als die dan zegt, nee, het moet door de breedte doorgezaagd worden. Dan want dan heb ik probleem. Dan heeft de een voor de het tafeltje met wat je tot bed kan maken. Ja, en de dissel. En wat is nou een caravan? Zit de achterste met de achtergrond van de caravan, die heeft geen dissel. Nee. Nou, dan zijn er raadvergaren. Want dan is het natuurlijk oneerlijk. De een zit met de dissel, die kan lekker. Ja, maar hoe trekt u ze nou over dat dode punt heen dat ze zeggen... nee, wij leven liever in deze monotone hel van 30 hertz door met elkaar... dan dat we die caravan vernielen? Hoe trekt u ze dan over dat punt van... zaag dat ding nou door tweeën en kijk eens wat... Ik heb dus die proefmodellen op de dag van de echtscheiding. Die staan daar. En dan heb ik eentje, die is in de breedte doormidden gezaagd. Ja. Dus kijk, dat is natuurlijk... Vragen om moeilijkheden. Dat is in de mediation een vraag om de hel. Dat is er één de dupe en de ander heeft de 100% is de koning winst, op is het de paard. Koning, ja. Maar als je nou in de lengte doorhaalt en dan... Dan wordt de scheiding eigenlijk een feestje. Dan zien de mensen opeens, hé, het kan dus wel. Dankzij de inzichten verkregen door Harry Heesters... kan echt scheiden weer het feest zijn wat het vroeger was. Als ze dat dus gezien hebben, dan raakt waarschijnlijk zo'n vastgelopen proces van scheiden... in een stroomversnelling. Precies. Zo. En dat sleept weer andere koppels in de omgeving van de desbetreffende koppel mee. Ja, die zien namelijk, voor dan zijn ze uit elkaar, iedereen heeft... Een halve caravan. Ja. Als hij in de lengte van binnen is gescheiden, blijft hij natuurlijk niet staan. Nee. Als je de auto. Nee, dan ligt hij plat op straat. Dus dan zien de mensen een halve caravan plat op straat liggen. Ja. Met één zo'n wiel, wat vaak door de wind nog een beetje zo gaat draaien. Piepend gaat draaien. En dan zeggen ze: ach, die mensen zijn gescheiden, het is ze gelukt. En ze hebben allebei de halve kip voor de deur liggen. Nou, dat is zo waar ik mij mee onledig hou. Ja. Nou, ik moet nu weg. Daar. Ja, daar. Ted, kun je een zwarte lijst maken van gasten? Tot zover het Radio Bergijk Radiomagazine.
en voor al onze luisteraars geldt. Volg ons! Volg ons! Volg ons!